Er worden soms mensen die militair expert zijn of als zodanig worden gepresenteerd. Die komen dan hun licht schijnen op wat er gaande is in Oekraïne. Of nog beter, door middel van in een radiostudio zitten in een legeruniform. Zichzelf zo presenteren. Ja, ik weet het, het komt heel erg LARP-achtig over, live-action roleplaying. Maar het is echt zo. En die komen dan hun licht schijnen op wat er gaande is in Oekraïne. En dan zou je kunnen denken: nou ja, die zullen er wel verstand van hebben. Dus laten we maar eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Nou is er een principe dat als je enige gereedschap in je gereedschapsdoos een hamer is... dan ziet alles eruit als een spijker. Nou, zie hier de hamer. Mijn gast is Frans Oos ik ga hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit Leiden. Toch is het interessant om nog even naar die kernwapendiscussie te gaan, want... Oh ja, dit gaat dus inderdaad over het verhaal van... wat nou als Rusland kernwapens gaat gebruiken in Oekraïne. Het is eigenlijk deze, wat er nu gaat op, ons Ja, dat staat buiten kijf. Als je dat toelaat, dan, dan ben je namelijk al een hele belangrijke grens overschreden, of niet? Ja, nou, dat, dat is het grootste dilemma waar het Westen en ook uh, Oekraïne voor zitten natuurlijk. Uh, enerzijds uh, wil je deze, moet, je, moet je deze dreiging heel serieus nemen... maar je moet je ook niet laten gijzelen voor, voor de angst voor escalatie. Dat is het belangrijkste. Nee, je moet niet bang zijn voor escalatie. Gewoon een gang met die banaan! Uh, en dat ja? is. Nou, luister maar. Voorafgaand aan deze oorlog okay. deels wel gebeurd. Daar heeft het Westen bijvoorbeeld gezegd: van... luister, Oekraïne is geen NAVO-lid. Rusland heeft kernwapens. We zijn energieafhankelijk. Uh, We zijn bang voor escalatie. Deze claim viel me tijdens het opnemen niet zo op. Maar nu in postproductie kan ik het niet laten om hier toch nog iets over te zeggen. Waar heeft het Westen dit in godsnaam gezegd? Is er één voorbeeld hiervan? Het Westen heeft toch juist geweigerd om alle wensen van Rusland tegemoet te komen? Hoe zeggen ze dat ze bang zijn voor escalatie? Waar is het citaat? En daar heeft Poetin het Westen mee gemanipuleerd. En dat heeft hij voortdurend ook de afgelopen acht maanden getracht. Als jij aangeeft dat je bang bent voor escalatie in de tegenstander, gaat hij daarmee gijzelen. Nou, dat is wel het dilemma. Er is geen alternatief neergelegd. Als het Westen zegt: diplomatie gaan we niet doen, dan zeg je: wij gaan escaleren, toch? Ja. Dus dan kan je die verantwoordelijkheid niet neerleggen bij Rusland of van: oh ja, nee, we, hadden, we waren te bang om aan te geven dat we uh, niet wilden escaleren, en daarom is Poetin geëscaleerd. Nee, misschien waren jullie te erop gebrand om. Geen diplomatieke oplossing op tafel te leggen. om zoveel mogelijk dit conflict Rusland schade toe te laten brengen. En is het gevolg daarvan. dat Rusland alleen de deur van de escalatie kon openen. want die van de diplomatie zat dat dicht. Maar nee. Tegelijkertijd wil niemand natuurlijk in het Westen. uiteindelijk die grenzen overgaan. dat er daadwerkelijk een nucleair conflict komt. Uh, vandaar ook dat je westerse leiders. Alleen, alleen in het Westen niet, hè? Ja. In Rusland het het gewoon. Ja. ja, die willen gewoon allemaal de kernoorlog. Dat willen ze graag. Ze beginnen er niet mee, is vooral vooralsnog. Maar ze willen het wel. Ja. Dus voortdurend probeert, ziet proberen om die angel daar uit te halen. Maar ook te dreigen van, luister, Poetin, het is ook niet in jouw belang om daadwerkelijk die norm te overschrijden. Oh. Oh, maar dat wist hij niet. Ja, maar dat um, fijn is Fijn dat je dat geïnformeerd wordt. En dat is ook iets wat proactief wordt gedaan door Rusland. Van ja, laten we gewoon kijken wat er gebeurt. In plaats van wij gebruiken dit als wij met onze rug tegen de muur staan. Deze dude is hoogleraar. Ja, deze dude wordt ervoor betaald om aan andere mensen uit te leggen hoe internationale betrekkingen werken. <laughs> Het wordt erger, maak je geen zorgen. Oh my god. Uh, maar dit is gewoon een dilemma. Daar is niet, momenteel geen goed antwoord op. Uh, we hebben hier in het Krimen iemand zitten die desnoods met een nucleaire dreiging bereid is om de grenzen in Europa te hertrekken. Uh, daar waar we in de Koude Oorlog uh, een, hadden tussen, uh, een hotline hadden tussen het Witte Huis en het Krim, is die hotline weg. We hadden wapenbeheersingsbesprekingen, die zijn allemaal weg. Dus het is een veel instabielere periode. En wie is er niet toe bereid om die te openen? Wie heeft armscontroleverdragen opgezegd? Zoals de Intermediate Nuclear Forces Treaty. Ik geef één hint, en dat is dat dat land niet Rusland is. Maar normaal gesproken, als hoge zou je kunnen zeggen. dat is een grens die niemand overgaat, omdat het voor beide partijen altijd negatief uitpakt, of niet? Het pakt voor beide partijen negatief uit, uh, maar. Oké, okay, zijn afgelopen, toch? Nou, uh, nee, maar ik denk dat ik nu wat anders ga zeggen dan hij gaat zeggen. Oké, okay, zeg het. Want het idee van zo'n kernoorlog is hè? Mutually Assured Destruction. Dus als de ene gebruikt, dan weet je zeker dat je die ander kapot maakt, maar je gaat zelf ook kapot. Maar Europa heeft dat, de, de NAVO heeft dat raketschild. En er wordt gesproken in de Verenigde Staten over een First Strike capacity. Dus dat je de bijhand in één keer uit kan schakelen zonder dat hij iets terug kan doen. Ja, yeah, die want... yes, heeft daar meer mogelijkheden dan Rusland. Absoluut. En dat is inderdaad iets wat hier niet wordt belicht, maar wel heel relevant is aan de kernwapendiscussie. Europa is geen speler, dat weet de VS. En dat weet Rusland ook. En Europa weet dat volgens mij niet, maar dat. Nou ja, kijk eens om je heen. Maar goed, het gaat niet om Europa, het gaat om de VS. En de VS heeft kernwapens in Europa. En bepaalde kernwapens die over korte afstand uh, vliegen die kunnen als ze vanaf plekken dicht bij hun doel worden gelanceerd in twee tot vijf minuten hun doel bereiken. Dus bijvoorbeeld uh, Sint-Petersburg, Moskou, Wolgograd. Uh, gaan ze maar door grote steden in het westen van Rusland. Een heleboel ervan zijn binnen een bereik van twee tot vijf minuten van de Amerikaanse kernraketten. Maar dat is zo'n korte tijd dat je daarmee je tegenstander kan overweldigen. ...voordat de respons wordt getriggerd. Dus dat betekent dat met inderdaad waar je het over had... ...een first strike capacity... ...dat de VS het vermogen heeft om een heleboel kernwapens van Rusland... ...met hun kernwapens al uit te schakelen. En vervolgens zal er misschien 10%, 5%, 2% over zijn... ...en daarvoor is dat raketschild nuttig... ...want als er duizend raketten je kant op komen... ...heb je er niks aan. Maar als er tien je kant op komen... ...dan kan je er misschien de helft van neerschieten... Dan heb je vijf kernwapens die een doel bereiken. En dan heb je wat je noemt acceptabele collateral damage. In de ja, psychologische bingo van dan... de mensen die dit soort plannen ja. bedenken. Dan is Berlijn weg. Maar de Amerikanen denken, boeien, dat hebben zelf ook al een keer plat gegooid. Dus wat maakt mij nou uit als dat nog een keer gebeurt. Bovendien, dit zijn dan projectielen die naar Europa gaan, niet naar de VS. De... Nee, zeker niet. Want Rusland heeft ver. weinig projectielen die naar de VS kunnen gaan. Als in gewoon een klein aandeel. En nou ja, dan, wat daar dan van over is, dat is al helemaal te verwaarlozen. Dus gewoon Amerikaans mainland is gewoon veilig. Want de VS heeft kernraketten op de grens met Rusland. Maar Rusland heeft niet eens kernraketten in het hoofdrond van de VS. Dus het idee dat Rusland een kernoorlog zou starten, dat is alsof je een vechtpartij begint terwijl je tegenstander al bovenop je zit. Ja, ja, ik zit misschien niet binnen. Misschien kunnen ze Alaska raken. Ze zullen vast wel iets hebben waarmee ze, als in een aantal raketten, waarmee ze elk punt op aarde zouden kunnen raken. Maar uh, hoeveel? <laughs> en hoeveel zijn er nog van over? En natuurlijk heb je die nuclear submarines die wel meer die kant op kunnen. Maar dat is uiteindelijk een, een fractie van de totale, het totale nucleaire arsenaal. En dat valt gewoon ja. onder de berekening van, nou ja. Wat er dan nog deze kant op komt, kunnen we waarschijnlijk wel uit de lucht schieten. En als er dan hier en daar wat neerkomt, ach ja, weet je, we hebben gewonnen, daar gaat het om. En het leuke is dus, dat dit kan gewoon over vijf minuten beginnen en over tien minuten is het gewoon klaar. Gewoon de menselijke geschiedenis, de meest drastische wending ooit, neemt Kijk, de rationaliteit ervan is volledig irrationeel, want er is geen overwinning, maar dit, de, deze manier van theoretiseren die dus bestaat binnen Amerikaanse planners is niet mogelijk in Rusland, omdat zij niet die capaciteit hebben van wij hebben allemaal korte afstandsbalistische raketten op de grens van de VS. En ja, we kunnen Europa plat gooien, maar goed, Europa is dus geen speler, dus dat boeit niet. Dat is gewoon het uh, wij zijn het slagveld. Dus nee. het idee dat Rusland die stap zou zetten. Zeer ongeloofwaardig. Kijk wat hij nu doet, vindt. Ja. Nou, en dan zie je bijvoorbeeld de Macron die vorige week zei... wij willen geen nucleaire oorlog. Oh. Shocking statement. En eigenlijk zeggen wij als Frankrijk... we zetten pas nucleaire wapens in als directe Franse belangen bedreigd worden. Met andere woorden, hij suggereert daarmee dat wat in Oekraïne gebeurt... niet in zijn belang is. Een hele merkwaardige uiting... Ja. Is het in het belang van Europa dat, Oekra dat er een oorlog wordt gevochten in de Oekraïne? Is dat merkwaardig om dat, om dat tegen te spreken? Ligt eraan hoe je Europa definieert? Ja, en de mop is, als je er tegenspreekt. Als je zegt, misschien is het wel goed om ervoor te zorgen dat er een einde komt in deze oorlog, dan is het ja, je bent geïnspireerd door Chamberlain. Waar die ook behoorlijk op bekritiseerd is. Ja, is, dat, is dat een soort naïviteit van een politiek leider die op dit terrein gewoon wat minder onderlegd is? En, en, of misschien het hoofd niet koel niet cool genoeg houdt? Hij had waarschijnlijk gewoon niet in moeten gaan op die vraag. Hij heeft zijn hoofd niet koel cool gehouden. In een, in, een, in een idiote opwelling zei hij dat hij geen kernoorlog wilde. <laughs> Moet je je hoofd wel koel cool houden en zeggen: ja, zoals Liz Truss. Rip, trouwens, good fucking riddance. Um, wat er daarna komt wordt niet beter, maar dat maakt niet uit. Nee. Liz Truss die zegt gewoon over vernietiging van de mensheid. I will be ready to do it. Dat is, dat is het hoofd cool out. Ja, maar het gaat dus niet om vrede, maar het gaat om het ja. ja. Het gaat inderdaad dat zeker niet om vrede. Want dit is wat een professor of political economics in, in University of Chicago. Nou ja, um, <laughs> het is bekend. Uh, wat voor gedachtegoed, het ultra-ultra-economisch neoliberale gedachtegoed, wat daar wordt verkondigd. En deze figuur die zegt: Dit is een thread over. Je hoort het goed waarom. A. Zelensky niet wil onderhandelen. En B. Terecht. En C. Als de oorlog doorgaat, is de schuld van Poetin. President Zelensky. Correctly rejects, correctly rejects negotiating with Putin. Punt. Gewoon de toon is gezet. Er gaan mensen dood, hè? I hope that you are aware of They like stop. Still. The reason that Zelensky cites Putin is a war criminal is largely irrelevant. What is relevant is that Putin is unable to make any credible commitments. The necessary element of any negotiations. The problem with Putin's commitment is That there is no institution in Russia that can provide a guarantee for Putin's promises. Putin is the sole deci decision maker, which means that any promise he makes is conditional in, on his willingness to keep the promise. Dat kan je gewoon zeggen dus. Klinkt dit geloofwaardig, gewoon in een land met 40 miljoen of 140 miljoen mensen. Er is maar één iemand die dingen besluit: gewoon één één persoon. Er staat hier niks inhoudelijks in, hè? Er wordt geen enkel voorbeeld uit de realiteit aangehaald. Er wordt gewoon een beetje ja spin in een, in een tweet uh, gezet. Maar wat het belangrijkste is, is de erkenning dat het dus inderdaad zo is dat Zelensky weigert te onderhandelen. Dat is ook het nieuwswaardige feit eigenlijk toch? Ja. Waarom gaan we het daar niet over? Zelensky gewoon geen. Hij wil niet eens onderhandelen. Fuck. Ja. en, en dan hebben we het over. Poetin kan zich niet aan, aan afspraken houden. Maar volgens mij heeft de NAVO ook wat beloftes gedaan. Zoals geen centimeter uitbreiding naar het oosten vanaf, vanaf Duitsland. En nu hebben ze het over Oekraïne in de NAVO. Nou, Polen is erbij gekomen, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije. De Baltische staten, de fucking Baltische staten. Hallo, gewoon de belangrijkste havenstad van Rusland, Sint-Petersburg. ...omsingeld door NAVO-landen... ...of in ieder geval... ...direct daaraan gelegen is nu gewoon NAVO. Eh, misschien is dat noemenswaardig. Maar nee. In landen bij binnenkort. Ja. En wat er wordt gezegd is... ...ja, oké... Okay, ...die beloftes zijn inderdaad gemaakt... ...maar... ...de reden dat het... ...prima is omdat te overschrijden is... ...ja, de geopolitieke... ...omstandigheden zijn veranderd. Oké, okay. weet je wie dat argument ook kan maken? <laughs> Dit argument is gebaseerd op: Rusland is bepaalde na afspraken niet nagekomen. Natuurlijk is dat het geval. Maar uiteindelijk is er wel een verschil tussen gewoon een afspraak maken over wij breiden ons uit als organisatie die zegt defensief te zijn, maar nog nooit is aangevallen, maar toch meermaals oorlog heeft gevoerd. Ook <laughs> heel bijzonder is dat. Daar valt een argument voor te maken dat is een serieuze schending van een belofte die is gedaan. Want dat kan realistisch gezien als een bedreiging worden gezien. Wat er in de Donbass gebeurt, is een extreem chaotisch proces. waarbij een heleboel dingen gebeuren die niet hadden moeten gebeuren. Oorlog überhaupt is iets afschuwelijks. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat mensen daar, ongeacht wat je ervan vindt. In meerderheid een bepaalde wens hebben wat betreft hun losbestemming als land. En onder internationaal recht heb je het recht om daar wat van te vinden en om dat uit te oefenen, om daar navolging aan te geven. De manier waarop dat nu wordt geïmplementeerd, mede doordat het werd onderdrukt, is niet wat had moeten gebeuren. Dat het duidelijk zijn. Alleen de nuance is veel groter dan dat je zegt: ja, wij gaan niet uitbreiden. Oh. Oh, de volgende dag, ja, uh, toch wel. Waarom? Omdat het kan. Zijn we bang voor je? Nee. Dacht Polen in 19... Uh, wanneer zijn lid geworden? 1994 of zo? Wel oh, iets later, denk ik. 2006? 1999. Ja, wel. zo snel hoor. Jezus. Dachten Polen, Hongarije en Tsjechië in 1999, ja, wij, wij gaan aangevallen worden. Hij voelt ons niet veilig, dus wij gaan dit worden van de NAVO, dus dat moet. Ja, uh, nee, tuurlijk niet. Wie zou hen dan aanvallen? Rusland? Dat was helemaal niet aan de orde. Ja, de, ja, we andere dingen aan de hoofd op dat moment. Ja, namelijk niet volledig instorten. Precies. Oké, okay, dan zegt hij deze figuur uit, van de University of Chicago. As a result, Putin cannot rely on his reputation to keep promises. Wederom de slechtste reputatie of de slechtste track record wat betreft beloftes nakomen is. Dat zijn Westerse landen. En laten we ook deze gedachtegang eventjes doortrekken. Oké, okay, Oekraïne kan niet onderhandelen met Rusland, want er is niemand om mee te onderhandelen. Uh, wat dan wel? Wat stel je voor? Serieus, wat stel je voor? Denk je nou echt dat het niet beter is om nu het conflict te beëindigen en oprecht ruimte te geven om gehoor te geven aan de belangen van Rusland, van de wensen van de bevolking in de gebieden waar het over gaat, en daarbij uiteraard ook Oekraïne veiligheidsgaranties te geven. Denk je nou echt dat dat erger is dan gewoon doorgaan totdat er geen Oekraïne of Oekraïner meer over is over is om tegen Rusland te vechten? Met nog enorm veel meer menselijk leed aan beide kanten van het conflict. Met hond nog honderdduizenden gesneuvelde soldaten. En spooksteden. Is dat beter? Dat lijkt... Te... Dat, dat moet het argument wel zijn, ja. Wat is het argument om het niet te doen? Om... Ik bedoel, je kan toch... Oh ja, maar het gaat niet werken. Je kan toch minstens te... met de dobbelstenen rollen? Wat, wat gaat er gebeuren als je... Als je daaraan... Als je probeert om een vredesakkoord te sluiten, wat de oorlog beëindigt. Je zegt ja, nee, maar ik wil het niet doen, want we zijn bang dat het dan meer oorlog gaat veroorzaken. Dus wat is je antwoord? Nu al meer oorlog. Take a chance, weet je?